Ik kon een piano huren voor 20 gulden per maand. Een babypiano, want dat was het goedkoopste. En dat moest hem worden. Al 28 jaar reist deze piano met me mee. Ik kan mij een leven zonder deze piano niet voorstellen. Ik zou er somber van zijn. Hij hoort bij mij. Dat deze piano alles overleeft. Ik rook en ik zit soms met drank achter de piano. En als ik heel erg in mezelf zit, dan leg ik de puik omgekeerd op de toetsen. Eigenlijk is het gewoon een keiharde rock'n'roll piano. Deze piano is mijn leven en dat kun je ook wel zien. Ik heb de piano vaak geverfd en hij heeft alle kleuren van een regenboog gehad. Zwart, wit, geel, blauw, toen weer terug naar wit en nu is die oranje. De dingen die erop staan, die horen bij mij. Kaarsjes, foto's, wierook. Als je 's avonds in het donker achter deze piano gaat zitten, dan lijkt het net alsof je in een andere wereld terechtkomt. Er is geen oorlog meer, er is geen corona meer. Alleen jij met je instrument, een soort van utopia, dan bestaat er niks slechts meer. Nu ben ik ziek en zal ik geen piano meer kunnen spelen. En het doet geen pijn om er niet meer op te kunnen spelen. De piano is er en hij is er en hij troost mij. Dan voel ik geen pijn. Als ik er niet meer ben, dan gaat hij naar een vriendin van mij die muzikant is. De toekomst van deze piano ligt ook al vast en dat is een fijn idee. Van al mijn spullen heb ik zoiets van, gooi me weg, maar deze piano staat in mijn testament. Ik ben Rut en dit is mijn piano. Ja.